kan je de video liken voordat ik deze Squishmallow op het bed heb gegooid? Nou, daar gaan we. 3, 2, 1. Wee! Oh my goodness, ik ben echt heel erg benieuwd of het je is gelukt. En in de Let's Play Wednesday van vandaag ga ik een Roblox spel spelen genaamd Garden of Banban Story. Het is echt een ongelooflijk populair nieuw spel waarvan ik geen idee heb of die leuk is, spannend is, eng is. Ik ben er echt super mega benieuwd naar. Wow, het ziet er eigenlijk een beetje hetzelfde uit als heel veel andere Roblox spelletjes. Maar ik zie hier wel twee super enge karaktertjes. We hebben hier Jumbo Josh en Ban Ban. Nou, dan heb ik in ieder geval daarmee kennis gemaakt. Maar we moeten dus naar de crash. Dus wat gaan we doen? Ik ga gewoon er eventjes zo een schoolbus in. Ah, die herkennen we natuurlijk uit een eerdere video. En we zijn aangekomen. Oké. Gezellig. Nou, dit is dus de Ban Ban Kindergarten. Oftewel, de Ban Ban Crash. Nou, ik vind het prima. Ik heb iets gepakt. Ik heb een blauw pasje gepakt of zo. Ik kan op shift drukken om te sprinten. Nou, het gaat ook niet heel erg veel sneller. Een drone? Wat? Iemand heeft een drone gevonden. Oké, prima. Wat kan ik hiermee? Looks like we need batteries. Oké, dus we hebben batterijen nodig voor deze dingetjes. Of hebben we dat nodig voor de drone? Ik weet het niet. Oh! Wat is dit nou weer voor dingetje? Wat leuk, een walkie-talkie. En dit is dus inderdaad de drone. Kan ik hierin? Nee, dit is dicht. We moeten in ieder geval twee batterijen gaan vinden. Nou, weet je, ik heb in ieder geval de keycard, de blauwe. Maar ik heb ook nog een batterijtje nodig. Oh, zit hier batterijen in? Kan ik hier iets mee? Nee, dat is helemaal niks. Click the buttons on the wall to send the drone to activate. Dat is te veel tekst voor mij, jongens. Ik moet eventjes helpen. Oh, kijk, als ik erop druk. Oké, weet je? Ik denk dat die andere spelers al batterijen hebben gevonden. En die hebben de drone aangezet. En de drone gaat dan vliegen. En dan moet je op de knopjes drukken. En nou ja, ik ben in ieder geval tevreden dat het is gelukt. Oké, helemaal prima. Wat nu? Oh, dit is glas. Ik dacht dat ik er doorheen kon. Oh, hier is de drone. Hallo, de drone. Kan ik hierop klikken? Nee, dat lukt dan weer niet. Verdorie, dat is vervelend. Oh, wacht, hier. Ik heb een blauw kaartje. Kan het hierin? Of heb ik hem al open gemaakt? Oh, bij deze is dus het al open. Oké. Ik moet eitjes gaan verzamelen. Er zijn er twee gevonden. Oh, hier heb ik er eentje hoor, jongens. Hupsa, ik heb er één gevonden. Heel nice. Dus nu moeten we nog twee. Oh, wat is dit nou weer voor schattig vogeltje met rode ogen? Oké, eigenlijk is hij niet zo heel erg schattig. Oh my goodness. Wat gebeurde er zo ineens? Huh? Hij gaat aan! Oh my goodness! Oh my goodness, is dat omdat we je eieren hebben gevonden? Het spijt me ontzettend. Ah, ik wil weg! Ik wil weg. Oké, ik sta hierboven. Hier ben ik veilig, toch? Toch? Hoop ik. Oh my goodness, dat was echt zo ongelooflijk creepy. Moeten we nog steeds eitjes vinden of niet? Of moeten we daar doorheen? Misschien is dat het idee wel. Ik ga gewoon hoor. Yo, doei! Wedden dat ding erover... Ja. Nee! Nee, nee, ik kan er niet doorheen. Oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness. Wat een creepy vogel is dat. Oké, waarom kan ik overal gewoon doorheen lopen? Dat is best wel vervelend. Ik denk steeds dat ik erop kan springen. We moeten hier eventjes omheen. Nee, we zitten hier vast. We moeten de gele keycard vinden. Hey, maar hij is open. Oké, super nice. Ja, want dan kunnen we hier doorheen. Gele keycard, hallo. Is er hier iets? Oh, hier is er zo'n dingetje waar je niet doorheen kan. Een doorgang. Ja, wat hebben we daar dan aan? Gele keycard, hallo. Is er hier iets? Nee, het zijn allemaal deuren die open moeten, maar niet open kunnen. Komt die super creepy enge vogel nog achter ons aan of wat? Nee, volgens mij niet. Kunnen we dan wel gewoon... Is dit een gele keycard? Ja, I got it. Whee! Oké, dat meisje die... die loopt er al naartoe. Die heeft het er volgens mij ingedaan, of niet? Ja, nice! Kijk ons nou geweldig zijn. Oké, dan klik je hier op. Oké, de drone gaat die kant op. Ik weet verder niet wat er dan met die drone gebeurt, jongens. Dat meisje gaat daar doorheen. Oh, je moet de hamer vinden. En dan moet je door het hout heen breken. Welk hout? Wat voor hout, jongens? Oh, dat hout. Oh, ik weet het alweer. Ja, dit is natuurlijk datgene waar die super enge vogel ineens was. Dus ik hamer eventjes doorheen. Hup, hup, hup. Ja, dat doe ik toch. Ik druk hier zo met mijn hamer. Zo, oké, prima. We did it. Yay. Complete color puzzle. Oké, er is dus ergens een kleurenpuzzel die we compleet moeten maken. Prima, weet je, ik ga gewoon eventjes hierop staan. Nice. Lekker op dit bankje. Wat een gezelligheid. Wat voor kleur ben ik? Oh, hey, ja!
Oh, die jongen springt er vanaf. Ach, Hoshi, we zijn hem verloren. Help. Wat voor kleur ben jij? Niet rood. Niet paars. Niet blauw. Niet oranje. Wel groen. En zij is wit. En deze is rood. Dat is Ben, toch? Oh, en... is deze paars of is ze roze? Ik denk meer roze dan paars. Oké. En deze moeten we dan paars maken. Het zijn gewoon twee keer dezelfde kleur volgens mij. Oké, en rood. Prima! En nu? En nu? Oh, we hebben hier een drone. Klik eventjes hierop. Nou, er gebeurt ook niks. Jeetje, wat heb ik hier nou aan, jongens? Ik snap er even helemaal niks van. Wat voor kleur ben ik? Ja, groen, wit, rood, roze, paarsachtig. Oh, misschien is dat blauw. Oké, wacht. We gaan wel eventjes hier voor roze en die voor blauw. Ja, dit is het toch? Toch? Jee! Nee, ook al niet. Kan ik iets met die drone dan? Hè? Ik snap er even helemaal niks van. Deze is of misschien is deze oranje. Dat zou best wel kunnen. Ja! I did it! Wat is dat voor enge vogel? Waarom komt hij achter me aan? Help, 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 help. Kan ik hier doorheen? Kan ik hier doorheen? Help, help, help. Eng vogelding. Wat moet je? Wat moeten we ermee? Wat moeten we ermee? Hij gaat die kant oplopen. Oké, helemaal leuk. Moet ik misschien op dit knopje gaan drukken? Ga maar, ga maar, ga maar. Zo, yay! Oké, helemaal nice. Hij is ervan afgesprongen. De drone gaat die kant op. Oh, super fijn. En dan kan ik hier overheen. Oké, ik neem aan dat ik niet op dat rood moet springen. Alrighty. Hé, waar is het meisje? Zij moet er toch ook nog eventjes achteraan? Of helemaal niet meer? Oh, jeetje, jongens. Ben ik nu alleen? Oh, ik vind het wel echt heel erg creepy en eng. Ik zie daar... Oh... Nou ja zeg, wacht, ik moet eventjes terug, want ik zie daar iets. Maar ik moet wel heel voorzichtig zijn, want als ik dood ga, ben ik echt dood. En ik wil niet dood zijn. Wauw. Ja, ik heb een oranje keycard gevonden. Nice. En daarmee kan ik dan natuurlijk verder. Oké. Nou, ik vind het allemaal wel spannend hoor. Mijn handen zweten er ontzettend erg van. Maar... We komen in ieder geval verder, dus dat vind ik goed. Ik heb in ieder geval gloedhekel aan die enge vogel, dat weet ik wel. Blauwe keycard hebben we gehad. Gele keycard hebben we gehad. Waar is oranje? Oh, daar is oranje. Oh ja, helemaal leuk. Oké, zo. Tada! Hallo! Is er iemand? Nee? Oké, ik vind het een beetje creepy en eng. Oké, de drone komt eraan. Ik heb op het knopje gedrukt. Hallo, drone! Drone! Ja, daar is hij. Al gezellig. Nou, ik ben toch niet helemaal alleen. Want ik heb toch altijd nog mijn drone vriendje. Gaat hij deze kant op? Ja. Ja. En hupsakee. Woe, hij heeft hem aangetikt. Oké, en nu? Wat is dit? Oh, is dit een soort van trap of iets? Wat gebeurt er? Moet ik hier inspringen? Ja, dag! Weet je hoe eng dat is? Het is één groot zwart gat. Oké, ik ga er zo op springen. Helemaal leuk. Nou, er is een lamp. Wat heb ik nou weer aan die lamp? Moet ik hier mijn oranje keycard instoppen? Ja, oké. Nou, goed op de... Waarom is het zo donker? Oké. Wow. Nou, jongens. Ik ben er. Ik weet niet waar we zijn. Ik vind het ook niet zo heel erg leuk, weet je. Ik ga een beetje sprinten. Maar, ik ben bang. Oké. Defeat Jumbo Josh. Ja, hoe dan? Oh, ik heb iets. Oh my goodness. Oké, wauw. Hup, hup, hup. Hallo, wie is Jumbo Josh ineens? Kan je me niet eventjes... hij pakt me steeds. Oh my goodness. Oh my goodness, oh my goodness. Oh my goodness, oh my goodness. Oh, ik ga hem zo slaan hoor. Hupsakee. Hij komt achter me aan. Oh my... Het zou echt super, super mega fijn zijn als er een andere speler was die mij hierbij kon helpen. Weet je, ik ga hierop staan, want ik ben bang dat hij lava omhoog gaat brengen. Ja. Oh, kijk dat dan. En hij vliegt zo in de lucht. Ja, lekker eerst dat. Dat is toch niet eerlijk? Ik wil ook vliegen. Oké. Ja. Ik ga je pakken hoor. Jumbo Josh. Het is wel zo netjes als je jezelf gewoon eventjes introduceert ineens. In plaats van dat hij gewoon in één keer achter me aankomt. Maar whatever. Beleefdheid kennen we niet hier, hè? Oh, mijn health bar is zo ongelooflijk laag. Ik weet niet of ik dit nog ga redden. Ik doe echt mijn best, maar hij komt steeds achter me aan. Ja, wat is dit nou weer voor iets? Oké, ik ga... Nou, ik wilde hem slaan hier zo op. Maar hij gooit steeds die lava omhoog. Wat heb ik daar nou aan? Dan heb ik toch geen kans om hem te slaan? Jumbo Josh! Jumbo! Oh, Oké, ik ren nog eventjes. Oh my goodness. Nee! Ga weg! Ga weg! Ik ben dood! Oké, ik ga gewoon eventjes reviven.
Het is maar 35 Robux. Maar goed, we zijn toch wel echt heel erg benieuwd naar de rest van dit spel. Oké, ik heb hier weer eventjes mijn wapentje. Wee, wee, wee. Kom op, laat me dit halen. Dat zou wel echt heel erg fijn zijn. Ik ga staan. Ah, ja, snel weg. Oh my goodness. Oh my goodness. Slaan. Ah, nee. Niet achter me aanlopen. Gemeenerd. Ik sla hem hoor. Hups, oké. Oh, snel hier zo op. Oké, fijn. Jongens, we zijn er bijna. Heel even wachten op het lava. Oh, dat is weg. Ik ga slaan. Hups, oké. Tegen zijn kont aan. Ja. Wow. Oh my goodness. 45 van de 300. Sla. Op zijn kont. Oh, snel wegrennen. Kom op. I can do it. En hups, oké. Yes. Oh my goodness. We hebben hem gewoon verslagen, jongens. Jumbo Josh. Oh, moeten we naar links of rechts? I don't know. Laten we naar rechts gaan. Dat is de bovenste optie. Ik vind het prima. Ik had niet verwacht dat ik een keuze zou moeten maken. Maar... ja, nou ja zeg. Het is game over. Maar het is wel het goede einde. Wat? Ik heb in ieder geval de baas verslagen. En ik heb ook het juiste gedaan. Maar het is zo unsatisfying. Want ik wilde nog een klein stukje verhaal zien. Nou, we gaan in ieder geval naar de lobby. De keuze tussen rechts of links was inderdaad het goede of het slechte einde. En ik ben heel erg blij dat het wel goed is afgelopen. Maar nou ben ik ook wel super benieuwd naar wat er zou gebeuren als ik links had geklikt. Ik ben in ieder geval tevreden met mijn keuze. Dus wat mij betreft helemaal een hartstikke geslaagd. Yes, als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent dat je hem helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En beantwoord dan ook meteen eventjes de vraag van vandaag. En die is, wat is jouw favoriete Roblox spel op dit moment? Ik ben er heel erg benieuwd naar. Laat me eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!